Dit is Den Haag in 60 seconden. Een gemaskerde man heeft dinsdagavond een overval gepleegd op de blokker aan de Madridlaan in de wijk Wateringse Veld. Rond 6:30 bedreigde hij klanten en personeel met een mes. Hij nam geld mee uit de kassa en vluchtte. Een huis in de Jan van Beerstraat in het Laakkwartier is dinsdagmiddag door brand verwoest. Vanwege de hevige rook moesten omliggende woningen worden ontruimd. De bewoners van die huizen konden aan het begin van de avond weer terug. Het Binnenhof gaat definitief ruim 5 jaar op slot voor een grote renovatie. De regeringspartij PvdA is akkoord gegaan met het plan om het parlement voor 5 jaar te verplaatsen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg. De oudste moskee van Nederland staat al 60 jaar in het benoorde hout. De Mubarak-moskee werd in 1955 gebouwd en is een begrip in de moslimgemeenschap. De verjaardag van de moskee wordt groots gevierd. En tot zover Den Haag in 60 seconden.